Trainingsvisie. Richard, allereerst gefeliciteerd met de overwinning in Rijssen. Ja, ik wil jou ook nog even feliciteren. Pieter, je bent jarig geweest. Oh, dankjewel. Ik heb vorige keer voor je collega een brilletje, maar dat was humor. Maar ik heb voor jou... Nou! Ik heb voor jou een cadeautje. Hè? Allemaal Spakenburgse koeken. Dus ik hoop dat je het waardeert. Allemaal verschillende soorten koek. Dus ik denk, nou ja, je bent 70 geworden. Hè? Geweldig, geweldig. 70. Ik zal niet uitzien doordat je de hele leven Spakenburgse koek eet, maar ik denk, nou, misschien vind je het wel leuk. Ik zie er niet zo uit, hè, 70, vind je niet? Ik zie er goed uit, eerlijk is eerlijk. Yes. Nou, dankjewel. Hé, hey, de allereerste vraag, heel interessant. Waarom beginnen we eigenlijk altijd zo goed? Zo? Waarom beginnen we altijd zo goed aan de wedstrijd? Niet echt, hè? Nee. Nou, goed, ja, wat is dat? Ik weet het niet. Kijk, misschien nu wel het gevolg natuurlijk van 3 weken geen wedstrijd. En weekie vrij. Maar ja, het was duidelijk. Ik denk dat we in de fase bij Jeremy en Joran hadden we veel balverlies. Daan, ongelukkig met zijn spelervattingen. Joran speelde toen nog niet mee, hè? Zeg Joran. Jeremy en Roald, sorry. Ja, aan de linkerkant ging het veelal mis. En Daan was wat slordig, denk ik. Maar daarnaast was het ook wel zo dat hun toch wel vrij goed begonnen. De duels die we dan wel wonnen, pakten hun de tweede bal op. Maar goed, ja wat is dat? Dat weet ik niet. Het lag niet aan de scherpte bij die jongens. En ik denk dat na een kwartier kantelde het wel. En toen denk ik dat het wel langzaamaan in ons voordeel veranderde. Het viel me wel op dat Frank van den Burg dan toch de zaak redt. Dat eerste kwartier. Ja, haalde die veel weg. Echt momenten dat ik dacht, dat gaat nu mee. En ja hoor, daar stond Frank weer. Ja, nou ja, goed. Kijk, er werden gewoon voetbaltechnische fouten gemaakt. Hè? En dat is lastig. Hè? Sta je fout in de tactiek of wat dan ook, dan is het wat anders. Maar er werden voetbaltechnische fouten gemaakt. Nou ja, kijk, Frank is bij uitstek is misschien denk ik de minst technische voetballer van ons. Maar ja, Frank is natuurlijk de ultieme winnaar. En dat is wel een jongen die in dat soort fases je er doorheen trekt. Dus die mening deel ik helemaal. Het is ook de reden dat hij speelt. Zo simpel is het. En dat heeft hij helemaal zelf afgedwongen. Dus ja, mijn complimenten voor Frank. Ik heb het er ook nog even met Roeland ten Berge over gehad. En hij gaf niet zozeer de schuld aan DVS zo slecht zijn begonnen. Maar hij vond Excelsior het eerste kwartier gewoon goed spelen, goed druk zetten. Ja, nou ja, goed. Maar het is natuurlijk altijd zo. Het is altijd twee kanten. Heb ik net tegen die jongens ook gezegd. De andere kant van het verhaal is, je drukt Excelsior op een gegeven moment helemaal weg. Ik heb ze die week daarvoor tegen Hoek gezien. Toen was ik best onder de indruk van ze. Nou, en dan hoor je zo'n trainer van de tegenpartij, die zegt tegen mij juist weer van, jij vond Hoek goed en wij ook. En hij zegt, maar dan speel ik tegen jullie en jullie zijn dan nog een tandje beter. Dus het is wel grappig om dat dan te zien. Hè? Dus waar ik inderdaad, ik ben het helemaal eens ermee dat ik Excelsior goed vond. Maar aan de andere kant vond de trainer van de tegenpartij uiteindelijk ons weer op een gegeven moment toch wel heel erg goed. Dus hoe kijk je naar een wedstrijd? Ja, inderdaad. Hoe kijk je naar een wedstrijd? Maar het viel me wel op dat ze DVS over het algemeen toch goed vonden spelen. En soms hebben onze supporters daar andere meningen over. Maar ik vond het in de tweede helft in ieder geval dik in orde. En jij ook, denk ik. Maar goed, weet je, ik was het meest tevreden natuurlijk de eerste helft tegen Sparta Nijkerk en het eerste half uur tegen Harkema. Dat mag duidelijk zijn. Dat is wat je graag wil zien. Dus vond ik het goed, vond ik het slecht zaterdag? Nee, geen van beide. Ik heb hele goede fases gezien. Ik vond de tweede goal vond ik een geweldige goal. Ik vond de situatie waar de penalty uitkwam vond ik een geweldige aanval. Roald, Benna, Olly. Dat is wat je graag wil zien. Maar ook in de tweede helft is een fase waarin we het gewoon 10 minuten een beetje kwijt zijn, Piet. Ja, dat is voetbal. Maar ja, als ik dan zie de laatste 10 minuten weer met Joran en Soufi. Ja, toen hadden we het wel weer helemaal staan. En ik denk dat we uiteindelijk misschien nog wel de 4-1 hadden kunnen maken. Weet je wat ik nou het gekke vind? Hè? Want wij spelen eigenlijk vanuit de omschakeling. Hè? Min of meer de omschakeling met die drie snelle spelers voorop. Maar die fases waar jij het over hebt, Harkemaarse Boys en Sparta Nijkerk, waren wij gewoon overweldigend over het hele veld. En dat heeft dan met het systeem gewoon eigenlijk geen reet meer mee te maken. Maar je hebt Roeland gesproken, ik heb zijn interview gezien. En Roeland zegt terecht,
Deze ploeg, DVS, kan beide. Die kunnen in de omschakeling levensgevaarlijk zijn. Nou, dat kunnen wij met drie snelle spitsen. Maar wij kunnen ook gewoon het spel bepalen. Snap je? Jeremy Jonker is heel bepalend van achteruit. Met bek staan heel hoog op. Dus er is gewoon een fase, heb jij ook gezien, dat hun gewoon met 11 man echt 10 meter over de middenlijn nog op eigen helft staan. Dat ze helemaal weggedrukt worden. Dat kunnen wij ook. Alleen dan vind je eigenlijk niet meer de ruimtes door het centrum. Nou, dat is wat ik in de rust ook aangegeven heb. Kijk, dan moet je heel snel naar de buitenkant van links naar rechts spelen. En dan moet Okkie eigenlijk als extra man voor de goal komen. En dan kun je vanuit die situatie gevaarlijk worden. Maar ja, ik denk dat wij allebei wel kunnen. Ik vond de analyse van Roeland vond ik heel erg goed. Maar volgens mij is het ook een hele goede trainer geweest hier. Dus dat hoor ik van die jongens ook. Dus dat verbaast me niks. Hij is een enorme fan van het spelletje van Barcelona. En dat bracht hij hier op een gegeven moment wel aardig in de praktijk. En dat liet de jongens heel veel dat korte werk doen. Hè. Daar kunnen ze heel erg goed. VVOG gaat heel compact spelen. VVOG gaat DVS het heel lastig maken. Maar jij bent een specialist van spelen tegen VVOG. Want ik herinner me nog een keer een uitslag VVOG. Odin was ook zoiets als bij Harkemaarse Boys. 0-6 of zo. Ja, we hebben daar een keer 5-0 en 5-1 gewonnen, geloof ik. Dus jij weet hoe je ze moet aanpakken, Ries? Nou, met dat verschil dat VVOG tegen Odin wel aanvalt. En misschien dat ze dat zaterdag ook doen, dat weet ik niet. Maar ja, kijk, Harkema, Odin was 0-6. Hè? Maar Harkema ging aanvallen tegen Odin. En Harkema speelde anders tegen Odin als dat ze tegen DVS spelen. En iedere ploeg speelt anders tegen DVS als dat ze tegen Odin spelen. Dus ja, het is gewoon aan ons om zaterdag te laten zien dat we die wedstrijd willen winnen. En daar gaan we alles aan doen. En ik zie er wel naar uit. Als ik het zo allemaal hoor en zie, gaat er heel wat gebeuren. Dus leuk om mee te maken als trainer. En hopelijk voor onze supporters dat het goed eindigt. Hè? Want de laatste 2 jaar is het volgens mij wat minder gegaan. Dus het wordt wel weer eens tijd. We gaan er gewoon vanuit. Dit wordt een mooi verjaardagscadeau. Ik was al heel blij met het verjaardagscadeau van zaterdag, 26 oktober. 27 oktober was ik jarig. En nou, Spakenburg, Koekenman. Het kan gewoon niet meer stuk. Richard, bedankt. Ja. Oké, nou geen dank. Hij is je gegund. En ik hoop dat ze smaken. Ja, toch? En we wensen je heel veel succes in de voorbereiding naar zaterdag toe. En zaterdag natuurlijk knallen, Richard. Gaan we doen. Nou, we gaan morgen even knallen. We gaan morgen naar de bokschool. Ja? Even knallen. Dus, maar ik doe zelf denk ik niet mee, want ik ben bang voor wat jongens. Oké, bedankt. Okay,